In dat panel zitten vandaag Sharifa Zamouri, wetenschapper op het gebied van infectieziekten en zelfstandig adviseur op dat gebied. Goedemorgen. Goedemorgen. En Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, voormalige voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de aankopen van aandelen Air France KLM... die de staat der Nederlanden van plan is om te gaan doen. Het gaat om 220 miljoen euro en de Tweede Kamer gaat daar vandaag over debatteren. De Eerste Kamer morgen, er zit allemaal wat haast achter. Nederland heeft eerder over honderden miljoenen aandelen Air France KLM gekocht. Toen hadden we 14% van de aandelen. Dat is daarna gekrompen van 9,3%. En van die honderden miljoenen is ook niet zo heel veel meer over. En nu wil Air France KLM dus bijna 2,5 miljard euro gaan ophalen. En Nederland wil meedoen om daarmee het huidige belang van die 9% op peil te houden. En dat zou het kabinet dus zo'n 220 miljoen gaan kosten. Critici zeggen, moeten we dat nou wel willen? Moet Nederland überhaupt aandelen in dit bedrijf hebben? En is het geen bodemloze put? Als je ziet hoe vaak er al geld in gestopt is door de overheid... maar misschien ook wel als je kijkt naar de koers van het bedrijf op de beurs. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Erik Pels. Hij is luchtvaarteconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ons breekijzer. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij? Ik vind van niet. Waarom zou Nederland belastinggeld in een bedrijf moeten steken... wat eigenlijk als een commercieel bedrijf geopereerd wordt? Ja, goed, omdat er dus Nederlandse belangen zijn blijkbaar. Sigrid Kaag die zegt, ja, het is een hubfunctie. We hebben een informatiepositie als we dat blijven doen. Het is goed om in te zitten. Maar daar ben je het dus helemaal niet mee eens. Ook die vorige aandelen hadden we niet moeten kopen. Nee, want die vorige aandelen zijn gekocht, net zoals deze aandelen die men in ieder geval kopen, om invloed te krijgen. En ja, de Franse overheid die was er toen niet zo blij mee. Die zal er nu ook zijn bedenkingen bij hebben. Er zijn er nog andere grote aandeelhouders die ook hun bedenkingen hebben. Dus zo zit je met iedereen rond de tafel die allemaal een beetje invloed willen. En uiteindelijk verwatert die invloed weer een beetje. Mm-hmm. En daarnaast er zijn nog heel veel andere sectoren die ook heel belangrijk zijn, waar dit allemaal niet gedaan wordt. Ja. Dus een beetje bijzonder vind ik het. Ja, en dat we dat, als we het niet mee zouden doen, dan gaat die 9%, dat verwatert dan naar 2%. Dus eigenlijk zitten we in een soort wurggreep, toch? Van ja, je moet wel meedoen, anders dan word je irrelevant. Nou ja, maar waarom zou je invloed willen hebben? Waarom zou je als politiek invloed willen hebben op een bedrijf? Mm-hmm. Waarvan men zegt, ja, het is belangrijk voor... De BV Nederland, ja, maar het is niet het enige bedrijf wat belangrijk is voor de BV Nederland. Nee. Oké, we gaan zo wat verder de diepte in. Eerst een rondje in mijn panel. Ik begin bij Sharifa, onze breekijzer vandaag. Nederland moet een flinke vinger in de pap blijven houden bij Air France KLM. Wat vind jij? Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Net zoals onze panelgast net zei, waarom zou de politiek zich moeten mengen met... met een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En daarnaast, KLM heeft zoveel kapitaal van ons gekregen... van gemeenschapsgeld. En wat krijgen we er eigenlijk voor terug? Ja, wat is dan het antwoord op die vraag? Ja, als we dan naar Sigrid Kaag gaan luisteren... dan krijgen we economie en hebben we een hub... en dan zijn we de grootste transfer in Europa. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, maar als je geld krijgt... dan moet je wel aan de regels houden... die dan worden gesteld aan het geld die je krijgt. En daarnaast, er zijn zoveel andere bedrijven... die ook voor Nederland belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan Unilever of de MKB'ers. Mm-hmm. Hun bijdrage aan de Nederlandse economie is ook cruciaal. Ja, dus je zou liever dan daarin investeren? Nou, investeer niet alleen maar in KLM zelf. Want op een gegeven moment wat ik zie... Ik weet hier niet, ik heb hier niet heel veel kaas van gegeten. Misschien een heel klein plakje. Maar het lijkt op een hele vreemde relatie... wat de Nederlandse overheid met KLM heeft. De Nederlandse overheid lijkt een beetje op de sugar daddy van KLM. Ja. When shit goes down. Van, papi, mag ik geld? Ja. Gaat het op die manier? En dan zeggen we ja. Ja, dan zeggen we ja. Ja. Werner... BNR Koplopers, ik heb wel zo'n gevoel wat jij zou vinden. Ja, zou je denken? Ja, ik denk wel dat jij vindt dat we daar niet in zouden moeten zitten, Air France KLM.
heb je goed. Maar dan ga ik gelijk even het argument dat Kaag dan gebruikt. Die zegt van ja, maar wij moeten invloed hebben. En als we invloed hebben, dan kan je ook de koers van zo'n bedrijf een beetje bijsturen. En dan kan je misschien pushen naar verduurzamen enzovoorts enzovoorts. Ja, wordt dus gezegd dat we invloed moeten willen hebben in Air France KLM. Maar dan is het wel interessant om te kijken van de afgelopen jaren. Wat dan de invloed die we hebben gehad? Want toen hebben we voor 700 miljoen euro aandelen gekocht. Wat nu nog net aan 100 miljoen euro waard is. Dus er is al 600 miljoen piek verdampt. Uh-huh. Nada, vertrokken. We wilden een extra bestuurszetel bij Air France KLM. Niet gelukt. We wilden dat er geen bonus zou komen voor Ben Smith, die CEO. Niet gelukt. Uh-huh. We hebben gewoon een hele kleine vinger in de pap met de paar procentjes die we nu aan aandelen hebben. Dus het heeft niet echt heel veel effect gehad. En daarnaast moet je ook afvragen van als je als overheid investeert in een bedrijf, dan moet het een publiek belang hebben. Wat is het publieke belang dat KLM dient? Nou, het interessante is dat ze dus helemaal niet zoveel publieke belangen van Nederlanders dienen. Want het gros van de passagiers van KLM, dat zijn internationale transferpassagiers. Die worden allemaal vanaf andere plekken in Europa naar Schiphol gebracht, mm-hmm, om vervolgens weer over de wereld uit te spreiden. Dat zijn niet de Nederlandse reizigers. Het is bijvoorbeeld, je kan het checken op de website van KLM. Als je vanaf Amsterdam naar New York wil, is het goedkoper om met de auto naar Düsseldorf te rijden dan een KLM-vlucht van Düsseldorf naar Amsterdam, waarin je overstapt naar New York, dan dat je in Amsterdam overstapt direct naar New York gaat. Je brengt ons dus op ideeën. We hebben notabene de Nederlandse thuismarkt, mm-hmm, wordt slechter bediend door KLM dan de buitenlandse passagiers. Dus wat is het internationale belang, het nationale belang dat KLM dient? Ik denk betrekkelijk weinig. Voordat ik naar de bellers ga, Erik, nog heel eventjes. Ik las in een van de analyses. Ja, we hebben dus een jaar of drie geleden hebben we daar zo'n 700 nog wat miljoen al ingestoken om dat huidige aandeel te verwerven. Ja, dan moet je nu eigenlijk ook wel meedoen, want het zou ook een teken zijn als je nu niet meedoet, dat je als aandeelhouder eigenlijk geen geloof in hebt. Als je nu niet meedoet, dan geef je het toch een beetje op. En dat kan je toch niet maken, ook richting de Franse staat bijvoorbeeld. Zijn het nog valide argumenten om het wel te doen? Of moet je daar allemaal niet zoveel van aantrekken van wat het beeld is en hoe het staat, maar gewoon nadenken met je kop en het dan dus niet doen, wat jou betreft? Nou, vooral het laatste nadenken van waarom zou je het willen? En ja, de enige reden zou dan zijn om te zeggen van we hebben er geld in gestoken en we zijn bang dat dat helemaal gaat verdampen. Ja, maar als je er meer geld in steekt, dan is dat geen garantie dat je en de invloed koopt die je wil hebben. Mm-hmm. En ook geen garantie dat dat over een paar jaar wel weer heel veel waard is. Ja. Maar uiteindelijk de reden is, we willen invloed kopen. Ja, dat ga je niet lukken. Je blijft een relatief kleine speler. En daar komt toch ook nog eens bij. We hebben notabene zojuist 2,2 miljard... uit onze klimaat-, stikstof- en innovatiefondsen moeten halen. Omdat we moesten bezuinigen, omdat er ander geld nodig was. Maar 220 miljoen voor KLM ligt er wel op de plank. Dat is toch bizar. Laten we alsjeblieft ons geld steken in technologieën, in bedrijven die wel winstgevend zijn en waar de Nederlandse economie ook echt beter van wordt.